Wij gaan het hebben over een huisarts uit Holten die kunst verzamelde. Een groot verzamelaar met niet alleen doeken, maar ook echt buitenlandse kunstenaars die hij aan zich wist te verbinden. En dat alles in het mooie plaatje Holten. Hij had een heel mooie kop. Een hele, ja, een... Hij had nog veel meer een kop om te beeld houden. En hier zit Nagelhout in zijn spreekkamer. En hier had nog een schilderij van Velasquez. Het plan was om dus mensen, kunstenaars, de horizon laten verruimen en ze naar het buitenland te sturen. Toen stond daar dat schilderij met het naakt. Heb je gezien? En ik zei niks. U zegt niks, zegt hij. Ik zei nee, dokter, ik vind dat niet zo'n goed schilderij. Oh. Ja, oh. Welkom Willem van Rappard, oud-burgemeester van Holten. Wie was Jo Nagelhout? Jo Nagelhout was een van de huisartsen van Holten. Voor de jaren 40, 50, 60 en 70 heeft hij overleden. Dus heeft een hele bepalende periode in Holten als huisarts meegemaakt. Ja, dus echt nog in een tijd dat een huisarts binnen zo'n gemeenschap echt nog ook ongelooflijk veel aanzien had. Absoluut. Ja, en naast zijn werk als huisarts was hij ook een enorm liefhebber van kunst, zoals we konden zien. Ja, hij vond verzamelen leuk en hij vond ook... Het was natuurlijk na de oorlog een heleboel jonge kunstenaars die geen geld hadden om wat te doen, naar het buitenland te gaan. En toen heeft hij door zijn contact, als hij met vakantie was in Frankrijk of in Italië, zei hij tegen zijn hotelier, als jij nou in het rustige seizoen een Hollandse kunstenaar onderdak verleent en je laat je gewoon betalen in de schilderij, doe je daar een mee? Nou, een jonge kerels die zei, ach nou leuk, prima. Dus zo heeft hij een aantal echt bekende kunstenaars, nadat het bekend zijn geworden, in hun jonge tijd naar... met name het Middellandse Zeegebied gebracht. En hebben daar fantastische schilderijen gemaakt. En het resultaat was ook dat schilders uit dat gebied weer naar Holten kwamen. En Holtens hotels werden ondergebracht. En daar gold hetzelfde voor. Dus het was een hele creatieve manier van mensen mogelijkheden bieden. Een soort van kunstplatform. Ja. Avant la lettre. Ja. En wat voor soort grote namen heeft hij dan daar naartoe gebracht of naar Holten gehaald? De grote namen, onder andere Schumacher, die hangt veel in het museum in Arnhem van werken met Schumacher. Die heeft echt hele mooie dingen maar gemaakt. Homan en velen, echt, en ook wat minder bekende kunstenaars hier uit de regio die bij hem aanklampten en echt ook de kans wilden hebben. Gerrit Zuid-Deventer heeft hij naartoe gestuurd, waar een hele mooie expositie voor wordt voorbereid. En dat ging fantastisch, ja. En een Rousseau, clerici en zo'n heleboel van die kunstenaars, die hebben ook in Holten overnacht en hebben daar verbleven. Mooie schilderij achtergelaten bij Nagelhout natuurlijk als dank en bij de hotelier. Dus er zit een hoop kunst in de regio Holten, zou ik maar zeggen. Dat bracht een heleboel kunstenaars naar Holten toe. Wat deed dat met Holten zelf, als dorp, als gemeenschap? Ja, Nagelhout die vond natuurlijk, het was natuurlijk een boerendorp. De kunst was nou niet, associeerde je nou niet echt direct met Holten. En hij had ook kunstavondjes. Dan vertelde hij over kunst, gaf hij lezing. Wat is nou kunst? Hoe moet je schilderijen beoordelen en typeren? En nou, daar zei hij ook tegen zijn patiënten van, mijn kunstavondje. En je had het niet in je lijf om te zeggen, nou, dokter, ik ben verhinderd. Dus het zat ik ben vol. Ziek. En hij organiseerde ook een kunstverloting. Dus dan kon je gewoon loodjes kopen. En de prijs was dan een geldbedrag wat je verplicht moest uitgeven aan kunst. En voor sommige mensen had hij nog wel eens een adviserende rol. Je moet niet dat, maar je moet met name toch wel zoiets kopen. Dus hij heeft op een hele, ja, toch sturende manier de Holtense bevolking met kunst in aanraking gebracht. En zijn wachtkamer en zijn spreekkamer hing vol met de mooiste schilderijen. Geweldige persoon. Ja. Ik heb de documentaire die mijn collega Peter Schoof over hem heeft gemaakt, op uw initiatief mogen zien. Prachtige documentaire die we zondag gaan uitzenden. Daarin komt hij over als een vrij warme, maar ook een beetje warrige man. Was dat ook zo? Ja, ik moet het van verhalen doen uit de tweede hand, maar het was wel een formele. Het was wel, meneer Nagelhout. Je zei niet Jo tegen hem. Er was toch wel een soort afstand. En ook met zijn vrouw toen hij overleden is, mensen die zo goed bevriend waren, die zo goede kennissen, dan zei hij na zijn overlijden, zei zijn vrouw, je mag wel Jo zeggen. En terwijl het tot voor kort mevrouw Nagelhout was. Ja. Ja, daar zat toch echt wel enige distantie tussen. Maar tegenspraak was niet.
daar was hij niet heel goed in om dat te ontvangen. Dus dat blijkt ook uit de documentaire. Als je hem dus zei van dat je iets niet mooi vond, wat hij wel mooi vond. Ja. Nou, daar had hij het moeilijk mee. Dat was deze man overigens die dat zei. Even kijken. Nu hangt hier een Picasso. En als ik dit open doe, ja, dat doet me dat altijd ook weer aan nagelhout denken. Ik zal maar niet zeggen waar ze vandaan komen precies, maar nagelhout had ze in het huis. En toen hij daar wegging, toen liet hij dat allemaal op zolder liggen. En toen zei hij, ach Jaap, kijk maar wat je ermee doet. En nou ligt het hier. Nou, dat was een bijzondere verrassing natuurlijk. Ja, dat, dat had hij dus gewoon op zolder liggen. Ja, hoe die eraan kwam, dat weet je niet. Maar nee. Voor kunstenaars vinden het natuurlijk heel leuk om met geraamte schedels en zo daarmee. Met verhoudingen bezig met verhoudingen. Te zijn. Ja. En dat is natuurlijk ook ontzettend moeilijk met de lichtinval om dat toch heel goed voor elkaar te krijgen. We hebben de collectie een hele mooie hinkes, of henkes zoals een hoop mensen zeggen. Met ook een schedel erop. En die heeft daar toch een van de realisten, magische realisten, waar het museum Moor heel jaloers op zou zijn. Dat hadden ze ook graag willen hebben. Nou, een fantastische schedel staat erop. Dit was zijn opvolger, de heer Seitsma, de opvolger, de huisarts. Ja. Maar er was ook een man die af en toe in discussie met hem ging over wat nou kunst is en wat nou niet kunst is. Zeker. Daar kijken we even naar. Ja, dat klinkt absurd. Hij had eigenlijk met schilderen niks. En met schilders. Dat is vreemd, hè? Ik denk wel dat hij een soort droom had van ik moet kunstenaars helpen. Dat denk ik wel. Maar een beetje, dat klinkt gek, een beetje een ouderwetse droom. Hè, van de kunst moet onder de mensen gebracht worden. De kunst moet onder de mensen gebracht worden. Was dat zijn droom? Deelt u die opvatting? Ja, dat denk ik wel. Want ook, kijk, het boek wat Roel Smit gemaakt heeft, wat Kees Topen, die hier aan het woord is, ook over hem zegt. Echt een kunstkenner, dat hij echt de mooie dingen eruit haalde. Hij haalde eruit wat hij leuk vond. Ja. En dat was lang niet altijd de eerste klas kunst. Maar goed, als je het zelf mooi vindt en je hangt het aan je eigen muur, ja, mag is het kunst, mag zeker. Het. En gelukkig heeft hij er ook een aantal hele goede aankopen bij gedaan. Die een Israëls en een Voerman en een Schumacher en noem ze maar op. En Sluiters hebben een aantal werken van. Dus hij heeft ook absoluut de grote namen weten te verzamelen in die tijd. Maar hij verzamelde rijp en groen los, vast. Er zat ook geen structuur in dat je dacht, nou, dat is de lijn die hij doet, landschapsschildersportret. Alles wat hij mooi vindt, dat verzamelde hij. Ja. En dat is er nu ook allemaal nog steeds te zien, hè, in Holte? Ja. Waar? In het cultuurhuis, in de nagelhoutzaal, daar beneden. En dat is een hele mooie expositieruimte die daar ingericht is. Waar wij mogen exposeren van de gemeente, of eigenlijk moeten exposeren. Ja. Ja. Wij hebben twee grote exposities per jaar waar het werk van de nagelhoutcollectie de basis voor vormt. En waar we ook werken die met hem relatie hebben, dus kunstenaars die door hem uitgezonden zijn, hebben we ook wel eens bruiklenen van die we dan ook inbrengen. En we hebben een paar jaar geleden een hele leuke expositie gehad, vond ik heel leuk. Ja. Dat waren alle prijswinnaars van de nagelhoutloterij. Dus die allemaal hebben die gevraagd. Toen... Ja. Wilt u uw hoofdprijs afstaan, want u hebt gewonnen en mogen we die exposeren? Nou, dan denk je dat er een hele bonte verzameling komt, maar het was een hele diverse expositie, maar heel mooi werk erbij en heel leuk. En absoluut het werk van kunst onder de mensen brengen en mensen stimuleren kunst te kopen. Dat was echt heel leuk. Dus het is deze huisarts uit Holte absoluut gelukt om al in die tijd kunst onder de mensen te brengen? Absoluut. Nou, en dat verdient absoluut natuurlijk een documentaire. Dank voor uw tekst en uitleg. Zondag is hij dus te zien om 9 uur. Nagelhout, kunst van nagelhout. Een documentaire van Peter Schoof. Dank u wel.